Neelbe, u bent als burgemeester verantwoordelijk voor handhaving en veiligheid. Wat voor taken levert dat zo op in deze coronatijd? Waar het op dit moment vooral op neerkomt, is dat wij met een hele hoop mensen binnen de gemeentegrenzen van nu erop moeten toezien dat iedereen zich aan de richtlijnen van de nationale overheid houdt. We hebben een noodverordening. Die noodverordening geldt in ieder geval nog tot en met 28 april. En dat betekent dat wij er met veel mensen op toezien dat met name zich iedereen aan de voorgeschreven 1,5 meter richtlijn houdt. En kan u erbij vertellen dat, zeker nu met het paasweekend wat we pas achter de rug hebben, ik heel trots mag zijn op de Nunenaar, zowel de Nunense ondernemer die toch graag zijn winkel heeft opengesteld, maar vooral ook de inwoners die, voor zover ik dat heb kunnen beoordelen, zich heel erg netjes aan die regel hebben gehouden en ook elkaar enorm de ruimte geven om de vrijheden die we in dit land nog hebben en die we zoeken nu nog hebben, om die ook te behouden. U hebt niet moeten laten ingrijpen ergens? Wat wij hebben afgesproken, onze toezichthouders, onze handhavers en de politie, dat we in heel Zuidoost-Brabant overigens werken volgens de stappenmethode van signaleren, aanspreken, waarschuwen en beboeten. En in de afgelopen paasweekend, en dan heb ik het over zaterdag, zondag en maandag, tweede paasdag, zijn we in geen enkel geval verder hoeven komen dan het waarschuwen. Dus we hebben in Nuenen 0 boetes hoeven uitdelen voor of ondernemers of particulieren die zich niet aan de regels hebben gehouden. En u mag ervan uitgaan dat we vooral in dat signaleren behoorlijk hebben geïnvesteerd. Hoe hebt u zelf de paasdagen doorgebracht? Blijf thuis. Dus ik ben veel thuis geweest. Zoals u waarschijnlijk wel weet, woon ik sinds een aantal maanden in een nieuwbouwhuis. Daar is niet heel veel aan te klussen. Maar de tuin die begon weer mooi tot wasdom te komen. En daar heb ik eens even flink tijd in geïnvesteerd. Daarnaast was er ook nog wel wat achterstallig werk van de afgelopen dagen. Dat heb ik kunnen doen. Het was natuurlijk bij uitstek een paasdagen om met mijn kleine gezinnetje in huiselijke kring met elkaar te barbecuen. En ik heb op eerste paasdag op gepaste afstand mijn ouders een zalig Pasen toegezwaaid. Nou is Nuenen onderdeel van, zoals u net al zei, veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. En heer Jorisma is daar voorzitter van. Ik meen dat 35 gemeenten zijn. Hoe hebben die overleg? Ons overleg is eigenlijk vrij eenvoudig. Wij doen dat om te beginnen technisch via een digitale applicatie die daar veilig genoeg voor is. Maar er is niet heel veel overleg nodig. Wat wel nodig is, is draagvlak en terugkoppeling. We zijn met in totaal 21 burgemeesters in de regio Brabant-Zuidoost. Maar zoals het bij crisis in Nederland hoort te gaan en nu ook echt gaat, is dat de ministeriële commissie crisisbeheersing, die geven de opdrachten. Die bepalen wat er wel en niet mag. Het is onze voorzitter, de heer Jorritsma, die dan bestuurlijk verantwoordelijk is in deze grip 4 situatie voor alle 21 gemeenten. En het is aan de overige 20 burgemeesters om die richtlijnen uit te voeren. Dus het is een bijna militaire operatie, waar het dus niet de bedoeling is dat we nog heel veel met elkaar gaan overleggen. Maar wel met elkaar van gedachten wisselen over hoe het in de ene gemeente beter gaat en in de andere gemeente misschien wat slechter gaat. En zo zie je bijvoorbeeld ook dat er, ja, als het gaat over aantallen besmettingen en aantallen slachtoffers, er toch wel grote verschillen zijn. Ja goed, en dan weten we elkaar natuurlijk te vinden, ook als het gaat om elkaar een hart onder de riem te steken. Want er zijn een aantal burgemeesters die het op dit moment ontzettend druk hebben met gewoon problemen die lokaal heel erg spelen. In Nuenen, zoals ik net al zei, lijkt het vooralsnog redelijk rustig. Hoewel we hier natuurlijk ook te maken hebben met de nodige besmettingen en de nodige slachtoffers. En ja, daarvan kan ik alleen maar zeggen, ieder slachtoffer is er één te veel. En de mensen die dit moeten meemaken in deze tijden, die wens ik daarmee ook heel veel sterkte toe. In hoeverre, want het speelt onder andere in de verpleeghuis, in hoeverre hebt u daar contact mee? Wij hebben binnen het college van burgemeester en wethouders onze taken meer dan uitstekend verdeeld. En dat betekent dat wethouder Zorg, de heer Stultjes, dat die meest intensieve contact heeft met zowel de directie als de raad van bestuur van in dit geval de archipel. Daar is veel contact mee en net als in alle andere verpleeghuizen speelt daar ook eenzaamheid een grote rol. En het feit dat daar oudere mensen op grote afstand van hun familie moeten leven. Dus ja, dat contact is er en we hebben
tenminste van de berichten die ik hoor, alle vertrouwen in dat de archipel in staat is om die moeilijke keuzes te maken. Hè, tussen enerzijds de veiligheid van hun medewerkers die de zorg moeten verlenen en anderzijds toch op de een of andere manier nog het welzijn van de oudere mensen die daar zitten zoveel mogelijk te waarborgen. Heb je ook een indruk dat de thuiszorg goed functioneert? De signalen die ik krijg is dat de thuiszorg binnen de beperkingen die er zijn op dit moment zo optimaal mogelijk functioneert, ja. Ook daarvoor geldt overigens weer dat er op individuele basis af en toe gevallen zijn waarin we even met elkaar de touwtjes moeten aantrekken. Hebt u zicht op hoe het met de steunuitkeringen gaat die bedrijven en particulieren aanvragen? Ik moet u eerlijk vertellen dat ik toen de maatregelen net waren aangekondigd, dat we hier bij de gemeente nogal veel vragen van met name ondernemers hebben gekregen over wanneer ze hun geld konden krijgen en waar ze precies terecht konden. En voor zover ik het heb begrepen van onze wethouder Economische Zaken, de heer Pernot, is inmiddels het systeem in Zuidoost-Brabant en dus ook nu zo ingeregeld nu dat mensen vlot antwoord krijgen en in ieder geval als ze er recht op hebben ook daadwerkelijk hun geld krijgen. Nou, even terug naar de gemeentelijke zaken. In hoeverre is er achterstand bij de gemeentelijke beleidszaken? Als u het heeft over het werk van de gemeenteraad, lopen we grofweg een hele maand achter. Dat geldt niet alleen voor Nuenen, maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. We hebben de raadsvergadering van 26 maart op grond van de toen geldende maatregelen moeten annuleren. Dat betekent dat we een inhaalslag moeten maken. Dus eigenlijk loopt alles nu een maand achter op de originele bestuurlijke planning zoals we die hadden. Dat betekent bijvoorbeeld heel concreet dat de stemming over de vank, of dat wel of niet doorgaat, zou eigenlijk 26 maart hebben moeten plaatsvinden. Die besluitvorming gaat nu 23 april plaatsvinden. Dus even grofweg gezegd, we zijn weer aan het werk met z'n allen. We hebben met het presidium, met de fractievoorzitters en met de gemeenteraad hebben we goede afspraken gemaakt en dat komt er in grote lijnen concreet op neer dat we een maand achterstand hebben. Dus we zijn bezig met een inhaalslag. En als burgers denken dat het democratische proces niet verloopt zoals het zou moeten verlopen, omdat de gemeenteraad fysiek niet bij elkaar komt, dan heeft u daar een antwoord op? Ja, nou ja, daar kunnen we het eigenlijk best wel lang over hebben. De wetgever heeft vorige week besloten dat digitale besluitvorming plaats mag vinden. Dus technisch gaat het allemaal wel lukken. En dat betekent dat als je digitaal met de 19 gemeenteraadsleden daadwerkelijk alleen maar besluitvorming doet, dan is het een kwestie van aan 19 mensen vragen wie is er voor en wie is er tegen. Aan de andere kant speelt daar nog wel inderdaad de democratische legitimiteit van die besluitvorming. Want hoe ga je bijvoorbeeld om met insprekers? Daar zijn we op dit moment in heel Nederland, maar ook in Nuenen, zijn we daar nog mee aan het worstelen. Ja. Het inspreekrecht is een groot recht. En om het dan nog ingewikkelder te maken, wat ik dan noem de liturgie van de beraadslagingen, het echt met elkaar in debat gaan, waar ook emotie een grote rol speelt. Ja, ik denk dat digitale besluitvorming daar niet voor geschikt is. Dat betekent dus ook dat we voor de aprilvergadering met de fractievoorzitters hebben afgesproken dat we ja, digitaal vergaderen. Maar ingewikkelde discussies, dus politieke besluitvorming, de beraadslagingen, dat we die tot een minimum proberen te beperken. Nou worden een aantal zaken die in de gemeenteraad besproken worden in commissies voorgeschoteld. In hoeverre is dat nog mogelijk geweest? De aprilvergadering van de gemeenteraad, dat zijn de raadsbesluiten van 26 maart en die zijn daarvoor nog in commissies besproken. Als het gaat over de cyclus daarna, waar bijvoorbeeld heel veel bestemmingsplannen op de agenda staan, dan weten we in ieder geval dat als we op 23 mei nog steeds digitaal gaan besluitvormen, dat we de beraadslagingen dan op een andere manier moeten gaan organiseren. Daarvan hebben we met elkaar afgesproken dat we zoveel mogelijk proberen schriftelijk te doen. Nou ja, en in afwachting van de maatregelen van het kabinet, het eventueel versoepelen waar we 21 april meer van horen, hebben we met z'n allen wel een beetje de hoop dat we met alle vormen van gepaste maatregelen die commissievergaderingen, waarbij mensen dus echt met elkaar in debat kunnen en ook het meespreekrecht weer een groot goed is, dat we die op de een of andere manier fysiek zouden kunnen gaan doen. Dan gaat de gemeenteraad 23 april digitaal vergaderen. Wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen, hoe dat in zijn werk gaat? U moet zich daarbij voorstellen dat de burgemeester en de griffier gewoon op de plek zitten waar ze horen te zitten.
namelijk in de raadzaal in het klooster achter de vergadertafel. En dat de 19 raadsleden allemaal vanuit thuis met een speciaal daarvoor ingericht digitaal systeem kunnen deelnemen aan die vergadering. Het wordt voor mij ook de eerste keer. Ik heb geloof ik een paar weken geleden eens tegen een journalist heel eerlijk verteld dat ik nog wat onhandig was met digitaal vergaderen. Nou, die periode is al lang voorbij, want inmiddels hebben we hier met z'n allen dat aardig onder de knie. Maar het digitaal besluitvormen in een digitale raadsvergadering, dat wordt dan ook wel weer een nieuwigheid voor ons allemaal. Maar ik krijg dan dus 19 raadsleden digitaal op de een of andere manier in beeld. En kan ze per besluit vragen wie van u voor en wie van u tegen is. Tenzij ze met z'n allen van tevoren hebben gezegd dat ze het er allemaal over eens zijn. Dan hoef ik alleen maar te concluderen dat er geen stemming nodig is. Het wordt hoe dan ook een bijzondere raadsvergadering. In hoeverre is die vergadering openbaar? Die vergadering is 100% openbaar. Alleen dus niet fysiek openbaar, maar digitaal openbaar. Dus iedereen kan de raadsvergadering volgen via de digitale weg. Mag ik u tot slot vragen iets tegen de Nieuwse bevolking te zeggen? Als ik dat daar in de camera mag doen, dan is mijn boodschap die ik voor deze keer graag aan jullie mee wil geven. Beste Nieuwenaren, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.